Welkom. In deze video wil ik met jullie gaan hebben over verbinding. Echte verbinding. Voelen. Vrede. Niet alleen in de buitenwereld, maar voornamelijk vrede in onszelf. Want zolang we die vrede in onszelf niet voelen, zal er ook geen vrede in de buitenwereld zijn. En de reden dat ik het hierover wil hebben, is omdat natuurlijk kerst nadert. Maar niet alleen daarom. Het is niet alleen een kerstgedachte. Een kerst draait al lang niet meer om deze gedachte. Overal waar ik kijk en wat ik zie, als ik met mensen in contact kom, zie ik heel veel mensen die helemaal niet zin hebben in deze verplichtingen. Met familie of schoonfamilie. En daarnaast zijn er zoveel mensen die eenzaam zijn. Die niet eens een familie hebben. Dus die kijken er ook niet naar uit. Aan de andere kant zie ik mensen die wel een hechte band hebben. Maar die dit alleen delen met hun eigen familie. Of families die alleen bij elkaar komen met kerst. Net doen of alles koek en ei is. Kijken wie de grootste cadeaus heeft. Wie de meeste cadeaus heeft. En vervolgens kijken ze elkaar het hele jaar niet meer aan. Snap je wat ik bedoel? Waar is de echte compassie? Waar is de echte verbinding? Met ieder levend wezen op deze aarde. Het is tijd om alle oude ego-patronen en overtuigingen die we geleerd hebben en doorgegeven hebben op generatie, om deze aan de kant te zetten. De mens wordt steeds gevoeliger. Of je het nu al kan voelen. Of het ontkent. We worden allemaal gevoeliger. En velen zijn verward en ervaren gevoelloosheid. En dit is slechts een truc van het ego. Een afleiding om niet te hoeven voelen. En we leiden ons af met zoveel dingen, alleen al met stoffen. Junkfood, medicijnen, softdrugs, harddrugs, alcohol. Alleen maar om maar niet te hoeven voelen. Niet werkelijk te hoeven voelen. Wat voor verdriet we hebben, wat voor pijn we hebben. Het is tijd om te voelen. Want anders zullen we er uiteindelijk allemaal onderdoor gaan. Wat ik voor 2017 in petto heb voor mezelf en voor mijn leven, is om volledig mens te zijn. Om de kerstgedachte te leven waar ik in geloof. Om te voelen. Om in verbinding te zijn met mezelf en anderen. Met al mijn pijn, met al mijn verdriet. Of dacht je soms dat ik geen mens was? Ik sta soms te kijken van de verhalen die ik hoor. De terugkoppelingen die ik krijg van... Oh, Kelvin, wat een fantastische man. Aardige man. Wijze man. Dat is maar een deel van wie ik werkelijk ben. Ik ben ook gewoon een mens. Met pijn. Met verdriet, met angsten. En juist nu meer dan ooit tevoren. Meer stemmetjes dan ooit tevoren. Door alle mooie veranderingen die er gaande zijn. Alle transformaties. Mijn mooie zoon, mijn bedrijf die groeiend is. Al mijn nieuwe plannen, mijn nieuwe trainingen en producten. Het is hard werken op dit moment. Om bewust te zijn. Van wie en wat ik werkelijk ben. Bewust te zijn van de schadelijke stemmetjes. Van de overtuigingen die ik heb. Het is hard werken om bewust te blijven. Zodat ik niet... gekke dingen zeggen of gekke dingen doe. Waar je later spijt van hebt. Want ook dat komt voor. Dat heb ik lang genoeg gedaan. Het is tijd voor transformatie. Uit het hoofd. In het hart. Dat is wat er in 2017 gaat gebeuren. En ik ga komen met mijn volledige zijn. Dus ook met mijn liefde. Ook met mijn gevoeligheid. Ook met mijn compassie. Mijn volledige zijn. Want ik ben goed zoals ik ben. En jij bent goed zoals jij bent. Maar het is tijd om deze woorden los te laten. En om het te gaan voelen. Er is niemand die het echt voelt. Er is niemand die het voelt, anders was er ook niet zo'n wereld. Het is tijd om te voelen. Het is tijd om te leven. Dus als jij klaar bent voor verandering, om verantwoordelijkheid te nemen in je leven, klaar bent om te voelen, stay tuned. Like mijn pagina. Want 2017 staat voor het jaar van transformatie. En voor nu wens ik jullie nog hele fijne en liefdevolle dagen toe. En tot snel.